Drie meiden naast mij, winnares Nika van CBS De Bron. Stel je even voor, wie ben je? Nou, ik ben Nika Engelsman en ik woon in Wezep. En ik zit op de school De Bron. En, ik heb de beste school hoor ik net. Ja, ook in voetbal. Dat komt nog, hè? Ja. Maar vanavond is bewezen dat CBS De Bron uit 11 lezeressen, voorlezeressen, verkozen is door de voorzitter van de jury. Wethouder, hoe officieel kan het? Wethouder Carlo van Dijk, die jou heeft benoemd als zijnde de voorleeskampioen van de gemeente Oldebroek. Had je het verwacht? Nee, want ik vond de andere ook heel goed. Dat is heel sportief. Heel correct, politiek correct antwoord. Kun je even aangeven waaruit je voorlas? Nou, uit de Obsessie, geschreven door Joost Heenk. En het ging over een jongen en over een meisje. En die jongen was helemaal gek op dat meisje. Maar dat meisje was helemaal gek op die jongen. En dan doet ze de verschrikkelijkste dingen om hem aan haar te binden. Ja. Was het moeilijk om voor te lezen? Nou, valt wel mee. Valt wel mee? Doe je het vaker? Ik heb ook heel goed geoefend. Ja. Hoe oefen je thuis? Op school? Nou, gewoon als ik in bed lig. Als je in bed ligt? Ja, nee, oké. Iedereen heeft zijn eigen tactiek, hè? Heb je ook op school voorgelezen als proef? En wie hebben er nog meer meegedaan op school? Taina en Demi en allemaal andere vriendinnetjes. Jij zit nu bij mij in de klas. En er waren er maar drie. Heili en een jongen, Niels ten Hoven. Maar jij was de beste. Ja, alleen door mijn boek. Omdat de anderen die hadden niet zo'n goed begin gekozen. Wat erbij past bij hun inleiding. En jij wel? Nou. Blijkt alweer. Ja, blijkt. Wie heb je meegebracht? Nou, mijn twee beste vriendinnen, Danique en Fleur. En mijn broertje Joram. Joram hoort ook even in de camera. Kijk, daar heb je Joram. Hallo Joram. Vond je haar ook de beste? Ja. Ja? Vond je het wel spannend? Ja. Ja? Heb je ook gejuicht en alles toen ze aan het voorlezen was? Nee. Nee, je moest stil zijn, hè? Ja. Wel spannend? Ja. En je twee beste vriendinnen? Nou, ik vond het heel goed van Nika, want we hadden het wel verwacht. Ja, Nika is gewoon de beste. Ja, ze is de beste. Met onze kleine spandoekje. Jullie hebben een super spandoek gemaakt. Ja, een hele kleine, maar heeft heel veel geluk gebracht. Nou, wij hopen ook dat Nika, als ze Nika weer moet voorlezen, dat Nika gewoon weer wint. Ja. Waar gaat Nika heen? Naar Apeldoorn. En dan wordt ze gewoon de beste lezer van Nederland. We gaan het hopen. Dat weet iedereen natuurlijk. We gaan het voor jullie hopen. We gaan nu, vanaf nu is Nika onze Oldebroekse kampioen. En we gaan haar steunen in Apeldoorn. Succes ermee. Ja, dank u wel.